zat op parts. Ja, duurzaamheid is een heel breed onderwerp. En je zou het eigenlijk heel simpel kunnen omschrijven als het goed zorgen voor de aarde en het milieu. En het belang daarvan wordt steeds meer onderkend. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en de gevolgen van klimaatverandering die worden steeds beter zichtbaar. En het monument is heel mooi. Mooi om te zien, mooi om te wonen. Maar de kamers die zijn vaak heel erg hoog. De glazen zijn nog heel erg dun. Vaak is er nog enkel steens gebouwd zonder spouw. En als je dan mee wil in deze tijd waarin duurzaamheid zoveel aandacht heeft, waarin we praten over het verlagen van het energiegebruik, waar de overheid de belasting op energie verhoogt om mensen aan te moedigen om vooral te gaan bezuinigen op het energieverbruik, ja, dan zit je met dit monument toch wel even met iets in je handen waarvan je moet afvragen van hoe ga ik dat allemaal aanpakken. Hoe zorg je ervoor dat zo'n pand een bestemming krijgt waardoor het ook in de toekomst blijft zoals het nu is en dat het dan niet alsnog verloren gaat. En toen ik een paar keer rondom het pand liep en toen keek ik zo eens rond en jij gaf het net al aan Jan-Martin, maar toen dacht ik bij mezelf, dit pand staat nu 110 jaar en rondom dit pand heen is denk ik al wel 3 keer alles afgebroken en weer opgebouwd. Hè, als je praat over duurzaamheid in deze stad. Hoe waardevol is dan dat mooie rijtje, het rechtshuis, Ledenboerpand, de Waag, dat zijn eigenlijk 3 parels die eigenlijk voor deze stad behouden moeten worden. Wat is precies het verduurzamen van monumentale panden? Het verduurzamen dat heeft natuurlijk betrekking op bijvoorbeeld energieverbruik. Isolatie van de gebouwen, zodat je dus minder energieverbruik hebt. Maar ook bijvoorbeeld welke energiebronnen gebruik je? Ga je dus met gas verder of ga je inderdaad over naar warmtepompen in combinatie met zonnepanelen? En verduurzamen heeft ook te maken met het feit dat je dus materialen gebruikt die niet belastend zijn voor het milieu. Dus materialen die je weer kunt hergebruiken en niet met chemische materialen gaat werken, maar dus met zoveel mogelijk natuurlijke bronnen. Dat is in feite het verduurzamen van een Rijksmonument. Dus er zijn een heleboel regels waar je rekening mee moet houden. En de afstemming van al die verschillende regels, dat is toch wel een punt van aandacht. Het kost geld. Hè? Als je dit soort plannen gaat maken, dan ga je natuurlijk ook kijken wat is mijn terugverdientijd. Nou, dat hebben we vanavond ook gehoord. Hè? Er zijn subsidieregelingen daarvoor. Er is ook de mogelijkheid van financiering door het restauratiefonds. En je gaat ook, als je dus niet zelf gebruiker bent van het pand, ga je bijvoorbeeld ook met je huurders in overleg of je een deel van de extra kosten, of je die ook kunt terugverdienen bij de huurders, doordat zij minder energiekosten hebben en of zij bereid zijn om een deel van die minder kosten ook aan jou te vergoeden vanwege de investeringen die je doet.